Wat is geluk en wat moet je doen om gelukkig te worden? In het nieuwe programma Gelukzoekers ga ik op zoek naar het antwoord op die vragen. Iedereen wil een goed leven hebben. Ja, absoluut. En de naam die je daaraan geeft is dat je zegt, nou, ik wil gelukkig zijn. Zo praat ik met mensen met een bijzonder verhaal. Ja, je leeft maar één keer. Je bent nu hier. Dus voel goed bij jezelf. Ben ik gelukkig? Is dit wat ik wil? Maar ook zoek ik de antwoorden op alternatieve manieren. Zoals het laten lezen van mijn handen. Jouw levenslijn, ja, die vertelt mij dat voor jou een kleine groep mensen belangrijk is, niet de grote groepen. En wat heeft de moderne tijd voor invloed op ons geluksgevoel? Bijvoorbeeld de opkomst van social media. Ja, social media hebben echt een negatieve invloed op ons welbevinden. Juist omdat je allemaal het ideaalplaatje presenteert op social media. Wat doet dat nou met de mensen die jou allemaal volgen? Ja, één ding wat ik echt altijd vraag aan mensen is dat ze de foto net iets lager willen nemen dan dat ik ben of op dezelfde hoogte. Ja. Omdat ik dan wat langer lijk. En wat doen tegenslagen met ons geluksgevoel? Bijvoorbeeld als een verkeersongeluk je hele carrière in één klap om zeep helpt. Serieus, ik heb zo hard gewerkt om hier te komen, om dit neer te zetten, om dit te kunnen doen. En het is allemaal gelukt, alleen maar door mijn eigen harde werken. En nu dit? Ja, ik was zo boos, ziedend. Gelukzoekers, het programma waar die ene vraag centraal staat. Weet je eigenlijk wat geluk is? Geluk is volgens hem een keuze. Vanaf 2 mei. Elke zondagavond op RN7. De kleine dingen, die ga je gewoon meer waarderen. Het kan gewoon maar zo over zijn. Today's your lucky day.